Bij artrose van de knie is de behandeling vooral gericht op meer lichaamsbeweging en gewichtsreductie. Een analgeticum kan hierbij ondersteunen. Bij verergering of onvoldoende vermindering van de pijn is een intra-articulaire injectie van een corticosteroïd mogelijk. Niet alle huisartsen voelen zich bekwaam voor een intra-articulaire injectie en verwijzen patiënten dan naar het ziekenhuis. En dit leidt tot langer wachten voor de patiënt en hogere kosten. Uit onderzoek blijkt nu dat een injectie in de bilspier een goed alternatief kan zijn. Dit was een non-inferiority trial, waarin we wilden bekijken of de intramusculaire behandeling met corticosteroïd voor mensen met knieartrose niet minder werkt dan een intra-articulaire injectie. We hadden op voorhand verwacht dat beide behandelingen ongeveer 4 weken zouden duren, dus daar hadden we onze primaire uitkomstmaat gekozen. Dat bleek waar voor de intra-articulaire injectie, maar de intramusculaire injectie duurde zelfs 8 weken. Hierdoor hebben we niet kunnen aantonen dat op 4 weken er niet mogelijk een groep van patiënten is die een klinisch relevant kleiner effect ervaart van de intramusculaire behandeling. Maar zowel 8 als 24 weken na de behandeling zagen we geen verschillen tussen beide behandelingen en zijn dus beide even effectief. Bij het inzetten van een corticosteroïd zullen de huisarts en patiënt gezamenlijk de meest geschikte injectievorm moeten kiezen. Ik denk dat bij het maken van de keuze voor welke behandeling in de praktijk het relevant is, verstandig is om de keuze samen met patiënt en arts te doen. En deze studie kan bijdragen aan die besluitvorming. We zagen bijvoorbeeld dat binnen beide groepen er tot 12 weken een klinisch relevant effect was. Dus beide behandelingen zijn effectief in het reduceren van pijn. We zagen in beide groepen ook maar heel weinig en slechts milde bijwerkingen, wat natuurlijk erg van belang is. En verder geldt dat de voorkeuren van zowel patiënt als arts van belang zijn. In onze studie had maar 19% van de patiënten een voorkeur voor de intra-articulaire injectie. En we weten uit eerder onderzoek dat veel huisartsen zich niet voldoende bekwaam achten om een intra-articulaire injectie te zetten. Dus dan kan ook een intramusculaire injectie zeker een overweging zijn.